goedemiddag, morgenavond. En welkom bij episode 4. Yes, episode 4 van de Soul Link. Soul Link Nuzlocke van Roy en Koen. Koen en Roy. Maakt niet uit welke volgorde. In ieder geval hebben we weer mooie additions. Net gevangen in Dark Cave. Laatste moment van vorige episode. Als je niet gezien hebt, kijk het terug. Het was deze zitten niet op ons team, want dat mag niet. We zijn alleen nog niet in het Pokécenter geweest, dus daarom zijn ze er nog. Maar ze zijn er niet echt, ze zijn nu voor spek en bonen. Het is Worthless en Star, het power duo. Het Sandfill. En jij had Unburden, toch? Yes, nice. Ik heb Unburden inderdaad. Laten we dan maar zo snel mogelijk naar de volgende town gaan. Ik heb geen flauw idee wat het is, want ik ken Johto niet. Right there with you! Ik heb geen idee. Oeps, oeh, hier is een item. Maar ook een trainer. Mm-hmm. Let's do the thing. Do the thing. Welke thing? Naar de volgende ding toe. Dit is Gymnast Leo. Ik heb per ongeluk met sport gedaan. Niet dat dat iets doet. Dat niet echt door. Niet veel tegen een Sandslash, nee. Wacht, ben je ook al bezig of niet? Absoluut, ik ben helemaal bezig. Ik ben echt niet nog de naam aan het opschrijven en oh. Zo. Oh ja, dat had ik nog niet gedaan. Excuus. Nou ja, weet je, dan heb jij... Oh, is dat een double battle? Nee. Ook niet als ik in het midden ga staan? Nee, die bovenste is geen trainer. Oh. Ik critte voor de laatste 2 HP. Zeer nodig. Please are level 5. Bijna level 6. Diglett. Diglettie. Oh, dat is 4. Oh, Kabuto, hey. Sick. Waarom zweeft hij? Wie? Oh, ja. Kabuto. Goeie vraag. Wat is daar het praktisch nut van? Kijk, dit is een not very effective vice grip, was dit. Ja. Op een rock type. Ja precies, maar dit wel gewoon half damage. Half damage. Ja. Yeah. Ik heb Screech. Wauw. Voor met sport, I guess. Nee, je krijgt binnenkort krijg je rock throw ook. Okay. Ja. Yeah. Gelukkig. Naartoe! Een Blastoise. Dat is... Goeie XP. Ja. Je Pleaser heeft natuurlijk de Lucky Egg, hè? Dus die moet wel... Ja, maar ik zet Bruce erin, want die moet ook XP krijgen. Ja, oké, dat is waar. Supersonic. Hit that thing. Oh, het hagelt. Dat is niet fijn. Wow, had hij heel? Bidoof. Oh nee, het is de god. Het is de Godoof. Het is de god of all Pokémon. Met Intimidate. It's so sweet. Dat is wel heel cute. It's trying so hard. So cute. It's trying so hard. Wow. Ik doe zoveel damage op deze Blastoise. A.k.a. nul. Dit wordt een lange fight. Kijk, daar is hij level 8. Voor de Seismic Toss. Wow, super goede move. Niet echt, maar ja. Op level 8, 8 damage. Yeet. Niet zoveel. Bagon. Oeh. De Dragon type. Dat wordt een gevecht voor slang. Zeker. Maar als je het nog niet door had, we hebben zowel een Onyx als een Steelix. Het zijn verschillende primary types. Ja. Steel en Rock. Zeker weten. Dus het maakt niet uit. Waarom heeft hij Tail Whip? Oh, hij heeft Rage. Oh, damn. Dat deed 1 damage. Ja, maar volgende keer doet hij 2 damage. Niet waar, want volgende keer is hij al dood. Oh, dat is best wel waar. Volgende keer zou hij 2 damage gedaan hebben. Just in case, hij nog leeft. Precies. Mijn slang krijgt hier 37 XP van. Sick. Nou, wat voor een... Nee, ik hoef die telefoonnummer niet te hebben. Wanneer wat voor een item is dit? Power Anklet. Wat doet dat? Ik heb geen idee. Power Anklet. A Pokémon helpt uit de promote speed gain on leveling, but reduces the speed stat. Oh, nice.
Dus het verhoogt dan de IV's? Ja. Ja. Maar ja. Ik heb... Ja, dat ga ik nu niet aan een Pokémon geven, denk ik, want... Ik heb eigenlijk niet echt een Pokémon die heel veel speed nodig heeft op het moment. Ik had het aan mijn Weedle gegeven als ik die nog gebruikte. Oh, crit. Level 7. Wacht, dit is niet de nieuwe. Dit is gewoon dezelfde road nog, hè, als hieronder. Ja, klopt. We hebben hier geen. We hebben hier geen encounter. Lava cookie. Oh, nice. Oeh, ik had een Primplup kunnen hebben. Wacht. Ik ga even kijken voor de zekerheid. Nee, dit is geen. Ik heb gekeken hoor. Oké, maar meer omdat er. Ja, het zijn wel nieuwe Pokémon, dat klopt. Oh, ja. Het is nog gewoon 31, dat is waar. Anders kan je nog kijken op je map. Ja, ik kijk nog wel even op mijn map, inderdaad. Voor de zekerheid. Ik bedoel, Primplup is namelijk heel cool. Ja, dat is zeker waar. Wacht, waar is de map? Fuck, keer. Map. Ja, 31. 31, helaas. Je kan hem niet vangen. Oh, volgende encounter is een Sprout Tower. Ik had Porygon 2 gehad. Grip. Porygon 2 heeft heal. Interesting. En hij is nu Steel type. En nu is hij Rock type. Waarom is hij alleen maar zo dominant aan het asserten over me, constant, door te conversionen? Dat vind ik een beetje naar. Oeh, damn experience. Dat is toch wel een level 8 pleaser. Oeh, zijn we nou bij de volgende stad? Nou, einde van de episode. Nee. Oeh, een VS recorder, kijk. Sick. Wow. I knew it was you. How did you get past me? Jammer dat we geen battle tegen hoeven te doen. Ja, nou ja. Oh, ja hoor, restore mijn Pokémon maar. Oh ja, hier kunnen we gelijk onze Pokémon wegdoen ook. Ja. Ja, inderdaad. Lekker op de box. Dat is al de tweede Pokémon op de box, hè? Ja. We zijn lekker bezig. Ja. Is meer net hoe je er naar kijkt. Op zich, we zijn best lekker bezig. Die pas het. Er is nog niks gestorven. Nee, ja. Dat is waar. Er is nog niks gestorven. Er is alleen een Luminous. Ja, oké. Okay. Luminous. Luminion. Luminion, dat dus. En Gengar aan het begin. Ja, oké, dat is zeker waar. Maar toen was het nog niet begonnen, de Nuzlocke. Dus dat is dat telt niet. Hij werd gedriezeld door een Jirachi. Een Bellsprout redden voor een Onix. Oeh, welk huisje is dat? Hier linksonder. Want dat heb is je... Oh ja, heb je de gift Pokémon niet gerandomized? Jawel. Oh, dus hij wil toevallig... Oh, wacht, ik weet niet wat hij normaal wil hebben. Ja, je moet het met iemand... Bellsprout en Onix, hè? Oh, wacht, maar... Het is wel gerandomized waarschijnlijk op het moment dat je het geeft, of niet? Guess. Ik dacht dat ik gewoon... Moet je gewoon even kijken... Wacht, nou ja... Hoe... Ik weet niet hoe dit werkt in Nuzlocke. Of in Solding vooral eigenlijk. Ik denk moeten dat we dan samen niet... een paar geven? Ik denk dat je dan niet mag traden, eigenlijk. Hmm. It's a lot of fun, do you want to join? Nee? Denk ik. Wat is dit? Waar ben je? Ben je hier binnen? Oh, dit is de school. Yeah. Dit is de battle school. Ja. Yeah. Ik kan met hen allemaal fighten. Als het goed is, toch? Wacht, nee. Oh, dit is de gym. Je kan hier niks mee fighten. Oeh. Hij is er niet. Nee, weet ik. Hij is een Sprout Tower. Sprout Tower? Ja. Ik weet
kijken hoor, wat bij. Ik heb 1 bal kopen. Oh ja, en heb ik er 8. Kijk even hoeveel verkoopt. Oh, zal ik die power eigenlijk gewoon voor 1500 verkopen? Ik denk het wel eigenlijk. Ja. Niet te gebruiken. Kijk, ik had nog een energy root. Verkoop die nog voor wat? 400? Nee, dan kan ik beter gewoon houden. Hebben ze hier great balls? Please have nee. Great balls. Nee, nog lang niet. Jammer. Ik had er ook geen geld voor gehad. Mm-hmm. Ze hebben wel netbal, maar die zijn duur. Fuck. Kost 2000 of niet? Nee, 1000. Oh, ik moet hem volgen. Ja. Naar de school. Waar je eigenlijk al binnen bent geweest. Nee, ik ben nog niet binnen geweest. Oh. Jij wel, maar ik niet. Even kijken of hier een encounter is. Gaan we nu met ze vechten? Oeh, we hebben... Oh, we hebben geen Route 36 encounter. Jammer. Nee, er zit Sudowoodo in de weg. Ik krijg Rock Smash. Sick. Wacht. Oh, nice. Wacht, dat is hier helemaal links, hè? Ja. Heb je aanzet dat iedereen HM's kan leren? Nee. Nee. Oeh, we kunnen wel de Ruins of Alvin. Zijn dit niet de hele hoge level Pokémon die hier zijn? Nee. Oké. Okay. Als je naar binnen gaat, echt? Nee. Oh nee, Unknown. Ja. Hier zijn wel items trouwens daar. Oh god, ik ga zeven. Wat? Hoezo glitch je steeds zo hard? Ja, hé, dat moet ik eigenlijk aan jou vragen. Ik ben nu ook geglitcht. Oh god, save en heel veel. Zo, ik ben zo terug. Ja, ga je hem stoppen? Ja, ik moet wel, toch? Ja, oké, I guess. Ik ga hem niet stoppen, though. Jij gaat gewoon door? Ja, ja, maar bij mij liep hij daarna vast namelijk ook. De eerste keer. Oh. Huh? Wow. Oh, ik kan jouw scherm niet meer zien. Nee, klopt. Ik heb hem zo gezet. Ik heb hem gewoon op die oude gezet nu. Wacht, heb ik nou... Had ik hem goed staan? Safe state. Is window. Safe state. Dit. Safe state. Eens kijken hoe... Kijk, ik ben een... Ik weet niet wat ik ben. Ik kan iets zien. Dus ik weet het ook niet. Ja, hij is nu inderdaad gecrashed. Maar jij hebt wel gesaved, hè? Ja. Load state. Save. Oh, wil ik wel naar binnen? Ja, we willen naar binnen wel. Er is trouwens een item ook. Save state 1. Nog. Want je bent nog steeds mijn camera aan het recorden. Ja. Oké. Is dit wel mijn encounter trouwens? Nee, dit is jouw encounter. Ja, dit is mijn encounter, klopt. Ik sta stil. Oké. Kan jij je screenshare weer aanzetten? Ja, ik zet mijn screenshare al weer aan. Camera unavailable. Nee, dat klopt. Maar ik heb wel screenshare. Ja, yeah, dat is nice. Zo. Sol. Ja, ik doe het weer. Het is niet waar je een encounter doet, toch? Wel. This Pokemon hides on the seafloor and watches this shore with its eyes on its back. Oké. Wat ben je aan het doen? Puzzle, ik weet alleen niet hoe je de... Oh, dit kan gewoon met de buis. Oh, moeten we daar dus eerst heen? Ja. Oké. Dat is leuk.
Hoe draaien ze om? Oh. Je kan erop klikken om te draaien trouwens, of dubbelklikken. Oh ja. Die hoort daar in ieder geval toch? Of is het juist? Oh nee, het is. Sorry? Hoort hij niet gewoon zo als ik hem niet heb? Oh! Waar is het? Zo. Ja. Ik heb hem. Ah, ik heb hem. Wow, tegelijkertijd. Oh, mijn is de deur weer gecrashed. Nou, of niet gecrashed, maar... Weer 7 dan. Ja, kijk dan. Did you just come down from above? The link obtained an unreport. Report. So you solved the puzzle. Oké, okay, mijn encounter dan toch? Ja, wacht wel even hoor. Hij is weer gecrashed. Tenminste, hij is weer... Kijk maar naar mijn scherm. Ja, ik zie het. Het is onhandig wel. Dit moet niet vaker gebeuren. Ik vrees toch dat het wel vaker gaat gebeuren. Ik heb een encounter. Is het? Oeh! He is primary fighting of psychic? Primary right? Psychic. Hij is wel fighting psychic, right? Ja. Yeah. En hij is male, want skelet kan alleen maar male zijn. Wat super sick! Ponyta, female Ponyta! Nice. Dat mag niet. Teleport! Hij teleport. Oké. Okay. In dat geval kan ik net zo goed rennen van de battle van killen. Nee. Misschien dat je de moves hebt moeten opzoeken. Curly, hij heeft teleport. Ik ging er niet vanuit. Ik had er vanuit moeten gaan dat Skelet ook gewoon teleport heeft. Het spijt me. Ik had gewoon een bal moeten gooien. Ja, ik vind het alleen maar geleid. Ja, nu gaat ze het... Ja, want je kan alleen maar één Pokémon hier vinden, hè? Unknown. Ja. En dat is allemaal vervangen door er één Pokémon. Ja, nee. Hij heeft alleen teleport. Helaas. Oh, wauw. Oh, maar dan had je er zelf... Ja, dan was hij... had je moeten switch trainen als je hem wou... Ja. Nou, of... een TM geven. Ja, oké. Okay. Heb je een TM? Nee. Ik heb Rock Smash. Oh, deze geleid heeft slow start. Wat, for real? Ja, die geleed net had het slow start. Oh, wauw. Dat had ik Ach, ook waar moeten we weer omhoog? Oh, daar. Ja, daar staan we net wel. Boven juist, oké. Okay. Dududun. Ruins of all. Wacht, oh, wacht. Waar ben je heen gelopen? Gewoon naar... Naar boven? Naar de trap. Ja. Adventurers level, nee. Wacht maar. Oh, hier gewoon. Ja. Maar ruins, je krijgt hier maar één encounter natuurlijk, hè? Ja. Helaas, we hebben onze Ruins of Alve encounter niet, het spijt me. Ja, geen probleem. Oeh, maar wat is deze kant op? Naar rechts. Ja, maar hier mogen we niet langs van deze meneer volgens mij. Ik ben er langs. Of niet? Oh. Route 32. Dat is een encounter, of niet? Ja. Die is van mij. Oh ja, die is van jou inderdaad. Oeps. Bijna gepakt. Oh, jij bent alvast met een trainer aan het vechten. Togekiss! Oeh! Togekiss! Sick! Female. Dat is wel male. Cool. Male Togekiss. Sick, heel sick. Togekiss heel die sick. Die is normal type. Porygon. Die is ook normal type. Dat werkt niet. Je moet een andere. Wacht. Ze zijn allebei primary normal, toch? Ja. Nee, dat mag niet inderdaad. Is Togekiss of is Togekiss primary flying? Wacht over. Porygon 2 is sowieso wel, ja, Togekiss. Maar dan wel Togekiss. Oh, ja, fairy flying. Dus het, dat, ja, dus is normal fairy flying. Dus is normal flying. Dan ja, dat is sowieso normal flying? Oké. Okay. Dat van moet jij re-encounteren. Ja, ik maar re-encounter. Dit betekent dat we van onze starters af willen, als we dit willen gebruiken.
ik hoef niet van mijn starter af. Nee, dus daarom. Tenzij... Nee, ik hoef niet van mijn starter af. Maar je mag niet, hij is mail, hij is mail. Oh ja. Je moet de re-encounter. Oh jee. Oh. Maar dit had ook je starter kunnen zijn. Ja, dit had ook mijn starter kunnen zijn, inderdaad. Poging 3. Nog een paar rest. Deze keer female. Oké, okay. Ja, we gaan ze wel vangen natuurlijk. Ja, we gaan ze wel vangen natuurlijk. Tijdens McTos killt niet, dus. Tijdens McTos. Oh, Aura Sphere, hallo? Oké. Okay. Uit het dat niks. Is not very, toch? Want. Nee. Ja, oké, mooi. Maar Aura Sphere is sick. Aura Sphere is heel sick, inderdaad. 9 Pokeballs. Oh, als ik deze Paras toch maar vang. Ja, hey. Nou, vooral voor jou. Doe je best inderdaad. Nou. Ik wil die tokenkist wel hebben. Fuck, sorry, ik had jouw scherm verkeerd staan. Nu heb ik precies scherm wel goed staan. Excuses voor iedereen. Oh, hij heeft niet gevangen in de eerste bal, wat is dit? Nee. Paras, don't be hard to get. Battle smashen. 1, 2, triple jiggle, stars. Oh. Nope. Nee? Oké. Okay. Tokenkist is asleep, dus deze keer wel. We got it. Paras die wil heel graag bij mijn team komen. 2, 3, en daar is hij inderdaad. Hoppa. Let's do this. Nope, niet Angel. please. Kijk. Durf ik het te likken? Je kan er niet likken. Normal type. En normal flying maakt er niet uit, hè? Nee. E-speed! Hallo? Sicker moveset. Wat de hel is deze tokenkist? Ja, deze moet ik wel vangen, man. Ja. Maar hij wil niet echt zitten in mijn pokeball. Oh my god. Ik heb zombie gevangen. Zombie oh wacht, ik weet nog niet wat ik kan doen. Ik ga naar Pinscher. Ik ga nog meer damagen. Oeh. Rap. Maar... Of bind. Bind, bedoel ik. Doe bind damage over time? Nee, toch? Jawel. Ja, maar echt één of zo waarschijnlijk. Oh nee, klopt. Bind doet geen damage over time, dat is waar. Of wel? Stuk in de bind? Nee. Ja, oh nee, fast sleep. Jawel, wel. Oké, okay, dus ik heb één kans. Nee, of twee kansen trouwens. Ja. You better do this. Deze heeft simpel. Dat is best chill. Oké, okay, geen enkele jiggle. Oei. En hij is wakker nee. Nu. Oké, okay, maar... Please, last chance. Oeh, maar eigenlijk moet ik ook nu voor de heal gaan. Want... Oh nee, ik heb nog twee kansen, maar e-speed namelijk. E-speed doet niet genoeg. Nee? Ik denk het niet. Dus base 70 power... Oh, air slash! Use next! Dat was niet de bedoeling! Pak Casper erbij, Hypnosis. Wacht, met wie was... Met je Steelix! Nee! Nee! Dit was niet de bedoeling. Hé, hey, hier kan ik niks aan doen, toch? Ik wist niet dat die air slash zou... Wat is die moveset, by the way? Wacht eens even. Kill. Ik ga je even opzoeken. Wat gebruikt hij? Airslash. Tokenkist, Pokémon. Wat is deze moveset? Oh, hij heeft alleen maar Sky Attack, Extreme Speed, Aura Sphere en Airslash. Zijn de enige 4 moves die hij kan hebben. Oké. Okay. Hij heeft dus nog Sky Attack, wacht. Wacht eens even. Ik ben wel echt mad dat je Steelix gekillt hebt. Wacht. Je hebt Pleaser gekillt. Ga ik door met hem vangen? Ja! Maar hij heeft Sky Attack. Een 140 power move. Maar die dat stab is. Dat is een charge-up. Dus je kan hem aanzien komen. Oké, okay, maar zodra hij eraan begint, ik ga rennen, oké? Okay? Ja, klopt. Dat is zeker waar. 1. Oké, okay. Hey, dit was de meeste tot nu toe. Hij heeft Narcissum. Oh, ja. Want hij mag ook niet gaan struggelen. Nee, maar dan gaat hij Sky Attacken natuurlijk nog en E-Speed.
Item take. Ik ga Please Ruffles weg doen. Dit is zo jammer. Eén, twee, drie. Nee! Oh! Dit is... Togekiss is insane, blijkbaar, in deze gen. Ja, Togekiss is sowieso best wel heel erg sterk, hoor. Eén. Oh, hij is wakker. Uh-oh. Gewoon weer, Gnosis. Heeft wel weer. Deposit in the dead yard. Nog 5 kansen. Oh jee. 1. Nee, 1 maar. Please. Dit is zo frustrerend. Doe het. 1, 2, 3, 4, stars. Yes! Stars. Yeah! Lekker. Oh. En nu mag je hem in je box doen. Ja. Anders ben je je Gengar kwijt. Dat is waar. Maar ja, wat heb ik liever? Ja, ik heb liever mijn starter ook nog. Ja, nee, dat is waar. Yes. Maar volgens mij kunnen we nu wel weer iets erbij pakken. Of niet? Uit de box. Ja, dat zou goed kunnen, maar dit wordt in ieder geval... Nee, wacht. Wat wordt die? Killer? Dit wordt Terminator. Terminator, ja. Yeah. That's what it did. Wacht, met wie zat mijn... Oh ja, Hippopotas zat met... Die kan ook niet. En Nummel... Zat met Weedle. Weedle en Nummel kunnen weer. Hoezo kunnen die weer? Omdat mijn bug-type is toch doodgaan. Oh ja, dat is waar. Vesuvius is er weer. Oké. Okay. Dit is wel echt heel sad. Dit is heel sad. Alexa, play Despacito. Nee, never. The picture is down. Oké, we hebben niet even... Maar aan de andere kant, mijn Onyx mag weer evolven. Ja. ja, dat is waar. Moet je wel nog een metal coat hebben. Hoeft toch niet, neem ik aan. Impossible Evo's. Nee, maar Metal Coat met... hoe heet het? Is het volgens mij. Metal Coat en levelen? Ja, denk het wel. Allebei? Ik denk het wel. Oh, hij draagt een Razor... Wacht. Ik heb nu 2 Razor Fang. Nice. Maar, on this note beëindigen we deze aflevering ook. Dit was een bloedbad. Yes. Een waar bloedbad. We hebben de eerste man verloren van deze lot. Dit helaas, is, het eerste duo is gestorven. Pleaser en... Hoe heet die? Pincher. We zijn nog niet heel erg aan... Tenminste, ik was best wel graag aan Pleaser. Oh, maar... De video's on tempo. Dit beëindigt het voor vandaag. Een hele goede avond. Geniet van de rest van je dag. Dus, en bye.